ik zei, ah, dat puntje waar ik mee op moet letten. Ja, zoiets bijvoorbeeld. Ja, ja. Hé, hey, we gaan rechtsaf, Dries. Rechtsaf. Wat is hiervoor bijzonders aan de hand? Wat hiervoor bijzonders is, je gaat doorgaand weg, hoor. Gaan rechtsaf, richting aan. Hé, hey, is de uitreconstructie, Dries, hier. Goed links-rechts kijken, moet alle verkeer voor laten gaan. Hè? Dus, ja. Dat voorrangsbord hoeft er eigenlijk nog ineens te staan. Hè? Er staat een bord naar een voorrangswegkruising en splitsing, hoeft er nog ineens te staan. Nee. Want je moet eigenlijk alle verkeer ervoor laten gaan, omdat het een uitrit is. Hè? Dat ook ja. Hier heb je ook nog een paar leuke kruispunten. Dit is een zijweg van rechts. Ja. Dit is een raar fietspad dat er één keer over de weg heen gaat, maar dit punt waar we nu naderen. Hè? Het lijkt heel eenvoudig, en vooral als het fietslicht op groen is, dan kun je mooi doorrijden. Maar waar je erg goed voor op moet passen is fietsers van rechts hier. Hè? Ja. Je hebt fietsers van links en van rechts. Kijk. Het is een ringweg en ze rijden behoorlijk hard. Met deze fietsers kun je door die bosjes niet slecht zien. Zie je? Ze rijden behoorlijk hard voor langs. En je mag hier, als je op die ringweg komt, 70. Je ziet misschien bord 70 staan. Maar als je hier de opdracht krijgt om richting Meppel te gaan, ga dan vroegtijdig links rijden. Ja, goed spiegelen en over je schouder kijken voordat je naar links gaat richting aan. Dat neemt de tijd, hè? Ja. En hoe vroeger je links gaat rijden, hoe mooier het is. Hè? Dan kun je ook niet klem gereden worden. Nee. Ja? Ja. Gaan we richting Meppel? Invoer is belangrijk, Dries, aan een beetje afstand. Dat je zoveel mogelijk op snelheid komt, meer afstand hoor. Je maakt jezelf moeilijk als je zo kort op gaat hangen. Je mag 90 op de snelweg, hè? Ook al in die oude boeken staan nog vaak 80, maar je mag 90 op de snelweg. Op autowegen en oude snelwegen mag je 90 met de ademwagen. Goed voor je linker spiegel, linker schouder kijken. Kijk, dan was je gezakt. Dan hinder je die auto, dan ben je gezakt. Echt goed uitkijken, iemand lastig valt. Kijk maar, hij haalt de rest in. Hè. Je valt hem echt flink lastig. Ga rest over je. Ja, dus neem de tijd, hè, met dat rijstrook wisselen. Want alles draait erop dat je dat rustig doet en niemand lastig valt. Hè. Ja. Dus linker spiegel voor je, rechts spiegel, rechts schouder. Ja. Waarom voor je? Om rechtuit te blijven rijden. Hè. Dat je rechtuit rijdt. Want als je alleen maar rechts spiegel, rechts schouder. Dan ga je gauw van reis ook van plaats op de rijbaan verwisselen. Dat moet je niet hebben. Nou, hier komen we op een mooi punt, Dries. Dat kan het gebeuren dat je zelfs met een combinatie als deze toch nog afgedekt wordt dat andere mensen jou niet zien. Hè? Ja. Dat hebben we nu. Deze vrachtwagen voor ons gaat de snelweg op en wij gaan erdoor. Moet je maar eens opletten. Dat noemen ze afdekongevallen. Ja. Dan mag je straks die vrachtwagen links inhalen als hij rechts afslaat. Hij gaat richting Amersfoort de A28 op, zie je dat? Ja. Dan geef maar een beetje gas bij. En als je nou precies links achter hem gaat hangen, hij gaat nu op de rechte rijstrook, dan ga je nu hier hangen, zo. Ja. En dan verstop je je achter die vrachtwagen. Hij kan je nou niet zien, hè? Hij kan me nu niet zien. Ja, degene die van de snelweg afkomen daar, ja. Zie je dat? Ja. Je wordt afgedekt, dus dan moet je macht in de gaten houden dat auto's die hier vandaan komen, dat die jou zien, hè? Ja. Zie je dat? Die rode auto die... Ja. Ik denk dat ze op het laatste moment was. Ja, bij de dicht achter op een volging van een dicht voertuig, dus of een vrachtwagen of een bus of iets dergelijks, dan 3 seconden afstand houden. Ja? Ja. Hou er rekening mee, sowieso met een aanhangwagen, als je met een aanhangwagen rijdt, we rijden niet met een aanhangwagen, dat je remweg ongeveer 2 keer zo lang wordt. Door het doordrukken van een aanhangwagen, van een massa, wordt je remweg 2 keer zo lang. We hebben een remkrachtmeter, die zetten we op het raam. En als je dan een noodstop maakt, dan merk je pas hoe lang de remweg is met een aanhangwagen. Daar schrik je echt van. Ja. Het scheelt ook wel of je lading bij je hebt of niet. Hè. Wij hebben altijd lading bij ons. Dus, ja. Dus meer afstand houden. Je zit nou nog te kort op, hè. Dat laat je maar een beetje afzakken. Ja? Ja. Dus hou er rekening mee dat je remweg 2 keer zo lang is.